vinden wij niet erg, zolang wij maar samen zijn. Ja! Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de schreeuwenschijn maakt hij alle dagen uit. Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. En met zijn schip de schreeuwenschijn maakt hij alle dagen uit. Zijn jullie? Ja, dat is allemaal goed en wel, maar wat kom jij doen op onze scheve schuit? Oh, wel, ik ben een arme wees. Ik heb geen ouders. Op die vulkaaneiland, ja, daar woonde ik bij mijn oom. Maar hij was altijd heel boos op mij. Ik moest altijd spruitjes eten. Mm. En altijd vroeg naar bed. En ik mocht nooit met die andere kinderen spelen. Dus ik heb geen vriendjes. En voel mij altijd heel eenzaam. En toen? Oh, en toen zag ik dat jij die kist wilde kopen. Toen ben ik daarin geklommen. En zo heb jij me aan boord van de scheve schuit genomen. En waar wil jij dan naartoe, mijn... Lieve Esmeralda. Och, ik wil de gehele wereld zien. Ik wil de mooiste route varen over de zeven zeeën. Langs de mooiste eilanden van de oceanen. Oh. Maar dat kan. Maar natuurlijk, ik zal meteen een hele mooie route uitstippelen op een van mijn zeekaarten. Jij krijgt de mooiste route die er bestaat. Oh, echt waar, Pieter Piraat? Oh, dat is zo lief van jou. Yes! Esmeralda. Esmeralda. Berend is kok. En kan heel goed... koken. Oh, echt waar, Berend? Mm-hmm. Oh, Berend, ik zou zo graag heerlijke vieze willen eten met verse fruit. Vieze oh. Met de verse fruit. Berend gaat meteen aan de slag. Oh. Hoewel. Meteen? Wat zeg je, Stefan? Die uitslover zegt dat hij de zeilen extra bol zal zetten, zodat de scheve schuit snel zal kunnen varen. Oh, echt waar? Oh, wat spannend. En dan? Wat neem je mij mee? Waar naartoe? Oh. Ja, ja, een eiland. Vulkaaneiland. Nee. Huh? Een punt? Nee, naar het voordek. Oh. En dan? Oh, spannend. Voordek. Stefan. Oh, de beker. Ah, is die beker van jou? Ah, wat een mooie beker. Ah, mag ik hem hebben? Hij kan niet eens open. Er zit een deksel op. Ah, toe.
Stefan. En nu is het afgelopen. Vooruit. Maak dat je naar boven bent en neem die onnozele beker mee. Oh, jij wil nog een kusje. Een klap kan je krijgen. Zeg, Stien, waarom ben jij nu zo boos? Jongens zijn stom. Heb je ratenmeisjes in de zaal? Wat? Hoezo? Oh, ze denken altijd dat ze de beste zijn en zo en de slimste en de sterkste. En dan gaan ze de hele tijd stoer zitten doen tegen de meisjes. Ja, dat is toch juist grappig? Grappig? Ja. Vind jij dat grappig? De piraat heeft nog nooit voor mij een mooie zeeroute uitgestippeld. En Brokkenpap heeft ook nog nooit voor mij vis met vers fruit gemaakt. En Stil heeft nog nooit met mij zo... op het voordek gestaan. Ah, oh, Stien. Stien, wees blij. Oh, zo blij. Jij bent toch veel beter dan die jongens? Ja, vind jij dat? Ja, jij bent de juiste sterk en stoer en lief en slim. En het allerbelangrijkste, jij bent een meisje. Jij bent veel beter dan die drie mannen bij elkaar. Denk jij dat? Wie bestuurt hier deze schuit? Ik? Ah, en wie bepaalt hier de juiste route? Ah, dat is de piraat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Maar meestal klopt daar niks van. En dan moet ik het oplossen. Ah, en wie kookt hier het lekkers? Jij of die... Krijg het maar dat, Brokkenpap. Of die bieren. Ik natuurlijk. Brokkenpap, hè? Die maakt alleen maar van die vieze Brokkenpap. En jij bent toch wel handiger dan die domme matroos. Ja, wie het zegt, dat is waar. Eigenlijk is het niet eerlijk, hè? Wat is er niet eerlijk? Eigenlijk zou het beste bemanningslied de kapitein van de schuit moeten zijn. Jij bedoelt dat... Precies. Jij zou de kapitein moeten worden van de schuit? Ik? Maar ik ben een meisje. Nou en? Meisjes kunnen toch ook kapitein zijn? Niet waar, meisjes? Ja, vinden jullie dat ook? Ja, echt waar. Stien, ik zal ervoor zorgen dat jij kapitein wordt van de scheve schuit. Had je ons geroepen, lieve Esmeralda? Het eten is bijna klaar, Esmeralda. Steven, Esmeralda heeft ons geroepen, jongen. Nee, Stien heeft jullie geroepen. Wie? Ik. Oh, Stien. Is er soms een probleem met onze schuit? Liggen we uit de koers? Nee. Ik wil de nieuwe kapitein worden van de scheve schuit. Ja, dat gaat toch niet? Want jij bent een meisje. Ja, en dan kunnen meisjes misschien geen kapitein zijn. Maar Stietje, nee, natuurlijk niet. Meisjes, die zijn namelijk niet zo slim en niet zo stoer als jongens. Ja, en die kunnen ook helemaal niet zo goed vechten als jongens. Oh, nee. Oh, nee. Esmeralda, dat bedoel ik natuurlijk niet jou mee, hè?
ben het met Stien eens. Goed, dat! We zullen zien wie er de beste is. Inderdaad! Alleen Berend begrijpt het niet zo heel goed. Gewoon, heel simpel. De meisjes tegen de jongens. De meisjes tegen de jongens. Ja, wij tegen jullie. En de winnaar krijgt de beker van Stefan. Wat? En wat de nieuwe kapitein. Oh, geen sprake van. Steven wil de beker zeker nooit afgeven. Ah, jullie durven niet, hè? Jawel, maar wat? Als jullie toch denken dat jullie beter zijn, dan maakt het toch niet uit. Is Miralda, luister goed. Zijn jullie soms bang? Bang? Ik ben helemaal niet bang. Ah, oké. Berend? Ook niet bang. Ah, Stefan? Goed. Dan is het vanaf nu. De meisjes tegen de jongens. Oké. Kom. Berend. Berend. En hoe gaan we dat dan doen? We doen 3 proeven. Dan kunnen we zien wie de beste zijn. Hè? De eerste proef is... Koken? Nee, Berend. Ja, Berendpap. Wij vinden dat goed. Jullie hebben de eerste proef mogen kiezen. Nu mogen wij de tweede kiezen, Stien. De tweede proef is de tweede... Wie het sterkste is! Oh, dat is niet eerlijk. Want dat ben jij natuurlijk. Maar jij zei toch dat meisjes niet sterk waren? Goed, dat is dan de tweede proef. Maar dan kies ik de derde proef. Oké. Iets wat wij beter kunnen dan de meisjes.